Ik weet het niet. Ik sta hier in Spanje op uitnodiging van Audi met een auto van dik een ton. De Q7 e-tron staat er met een grote sticker op. Want Audi wil mij en jou overtuigen dat ze goed bezig zijn. Dat ze groen transport serieus nemen. Dat ze willen veranderen. Ze zeggen dat ze de grootste willen worden in sustainable transport. En dan hebben we deze auto, een plug-in hybride, die 200 kilo accu meesleept naast een V6 diesel. Maar er is ook een groen gasauto en een waterstofauto en allemaal mooie presentaties van hoe ze dit allemaal technologisch op gaan lossen. Ja, voor mijn gevoel was het eergisteren dat de Volkswagen groep, waar Audi bij hoort, betrapt werd met hun Schummel software. En is het toch moeilijk te geloven dat ze echt het beste met ons voor hebben. Wij zitten met René van Doorn. Je werd vanochtend geïntroduceerd als de waterstofpaus hier zo. Ja. Nou, in ieder geval ben ik diegene bij Audi die het langst aan het thema werkt. Waterstof is een van die chemicaliën die de mensen weinig of niet kennen. Je ligt op ergens een bed. Dat bed is geverfd, gemaakt met waterstof erin, in zijn productieproces. Dan klap je meestal je wekker uit. Die computerchips die daarin zitten, die worden met hulp van waterstof gemaakt. Het plastic ervan, of als het metaal is, ook het reduceren van metaal, alles waterstof. En natuurlijk is het zo dat als we op elektrolyse gaan, maar het is een van de vele mogelijkheden hoe we waterstof kunnen produceren, dat ik dan in een gesloten kruisloop met mijn brandstofcel ben. Want ik elektrolyseer, zoals in de school geleerd, de waterstof, of het water naar waterstof en zuurstof. In de brandstofcel zijn precies die beide, in precies die hoeveelheid die ik dan ook gemaakt heb, weer samen naar stroom gaan. En daarom ben ik in een gesloten, onschadelijke kruisloop. En dat is het grote voordeel van waterstof. Er is een heel groot verschil tussen een laderpaaltje voor stroom en voor een waterstoftankstation. Zelfs hele snel ladende systemen, en ik weet eerlijk gezegd niet precies hoeveel daarvan in Nederland staan. Daar staat een auto nog altijd 15 tot 30 minuten te laden. Ja. Om dan een bepaalde, zo ongeveer 80% van zijn actieradius getankt te krijgen. De waterstof, die tank ik net zo snel als benzine. En heb dan ook dezelfde actieradius. Ja. Dat betekent, in principe moet ik alleen die benzinetankstations vervangen door een waterstof. En ik kan de hele vloot in Nederland met waterstof bedienen. Als ik zie dat in 2023 in Duitsland 400 tankstations gepland zijn, tenminste 400, wow. Dan denk ik nog ongeveer 20 meer in Nederland in diezelfde tijd. We spreken over tenminste 380 tankstations meer in Duitsland. Dan moeten 20 in Nederland zeker mogelijk zijn, als we willen. Nou, na 2 dagen hier in Spanje ben ik wel wat hoopvoller geworden. Het is natuurlijk nog steeds één grote marketingshow, omdat ze een deuk op hebben gelopen in hun imago. En aan die Q7 zeg maar, gaat het niet liggen. Die gaat de wereld niet redden. Ik hoop dat ze er nul van verkopen. Maar dat waterstofverhaal, ja, dat is niet zo ongeloofwaardig. Maar na het verhaal van onze waterstofpaus René van Doorn, begin ik toch te geloven dat het een oplossing zou kunnen zijn. Sterker nog, als de infrastructuur nu komt en deze auto is straks te koop, dan heb je een prachtig mooie mogelijkheid om groen te rijden zonder hele grote nadelen. Daar is de overheid nu aan zet.